Ja, dames en heren, daar zijn we eindelijk weer. Anderhalf uur verder voor 3,4 gigabyte. Microsoft, hartstikke bedankt voor deze geweldige servers. Ik heb een 500 MB download connectie, maar op een of andere manier duurt het anderhalf uur om die 3,4 gigjes voor de update binnen te lopen. Ik heb meteen eventjes een party klaargezet. Hoeven we niet veel langer te wachten voordat het eerste potje begint. Met deze Viking ga ik de multiplayer in. Public match, mijn eerste match, Mello's eerste match. Jackie heeft hem sinds vandaag, hij heeft 3 potjes gespeeld en Neo speelt al ietsjes langer. We gaan geen create class doen, we doen gewoon meteen, hup, find a match, core, team deathmatch toch jongens? Maar dit is ook goed. Kill confirmed, dit is ook goed. Nou, volgende keer doen we gewoon de kill confirmed. Daar gaan zeker meerdere vlogs van komen jongens. Heerlijk hoor. Iani zegt op de Twitch, twitch.tv/despelbreker, iedereen in de gaten houden jongens. Hartstikke gezellig daar altijd. Leuke community en steeds groter wordt hij. Je kunt niet eens meer naar de stats van de anderen kijken met Black Ops 3. Ja, ik moet zeggen, ik care niet zoveel om iemand anders' stats. Ik ben eigenlijk blij erom dat je niet meer iemand anders' stats kan zien. Ik snap wel dat het wel een gemiste kans is, want mensen vinden dat wel heel erg interessant. Mij interesseert het niet, weet je. Je wil nooit je tegenstander overschatten en ook niet onderschatten. We beginnen meteen. Dit doet me een beetje denken aan League of Legends-achtig iets. Ja. 1-1 iets. Ja, oké. Okay. We zijn er gewoon helemaal klaar voor, hè? Sowieso. Hebben we de zin al? Ja hoor, even een puppy. Oké dan. Custom 1, custom... Oh jezus, wat is dit? Oh jee. Nou, ik begin gewoon met Argus Long Battle. Volgens mij is het een shotgun, hè? Oh nee, ik heb geen bumper jumper aanstaan. Dat kan ik niet spelen. En je zei het nog, hè? Mel zei het nog tegen me. Je moet een bumper jumper... Ja, je hebt gelijk, man. Ik zet even alles op 5. Look inversion, button layout. Button layout. Bumper jumper. Oké. Okay. Ja. Oh, en ik word meteen in mijn rug geschoten. Verdamme. Rudy, je zegt ook weer niks tegen me, hè? Ik druk op A en ik gooi een grenade. Oké, ik druk op... Okay. Ja, ik ben er. Yes. Oké. Even een hele andere besturing. Het ziet er wel echt vet uit trouwens. Deze map. Ik zie dat mijn minimap linksbovenin staat. Jongens, ik ga ervoor zorgen dat ik een mooie layout ga krijgen voor de volgende vlog. Gaan jullie gewoon ook de minimap mee kunnen kijken. Ik denk niet dat het heel erg belangrijk is deze match, want dat gaat verschrikkelijk. Oké, ik zie... Oh, je kan ook gewoon clamberen, net als met Halo. Achter me. Wat de fuck gebeurt er, jongen? Wij worden in de poepet gepakt. Nou ja, letterlijk ook gewoon, want ik word heel... Oh, what the fuck, wow. Hey, dat is jammer. Ik heb wel een kill, mijn eerste kill, jongens, lekker hoor. Heerlijk. Gelukkig is het bumper jumper, ja zeker, Iani. Ik bedoel, had natuurlijk niet beter gekund. Oké, daar gaan we. Ja, bedankt jongens, eerste kill. Ik druk de hele tijd op X om die thruster te gebruiken van Halo. Dat had ik net ook in het eerste potje, ik zat R beter dan, jongen. Oké, slaan is niet instant kill. Weten we dat ook, hè? Hoe sla je? Ik gooi echt C4 armed. Ik kan toch opblazen door overdrive ready. A plus RB. Oké. Wow, het gaat fucking hard, jongen. Oh, ik ben dood. Hashtag hard gaan, hè? Druk ik weer op A om te sprinten. Gooi ik weer die fucking kut grenades. Hun hebben een UAV volgens mij in de lucht, hè, of niet? Oh, what the fuck? Als je op de muur springt dan... Oh, dat is gekke shit, jongen. Lekker om het hoekje zitten. Hotse vlot, zie je gewoon in één keer die Argus in je fucking mijl. Druk ik weer op X om te trusten. Oh. Jongens, dit wordt een hele lange weg om dit een beetje te leren. Maar de eerste kills zijn al binnen, dat is wel lekker. Heb ik nog een wapen? Oh, ik heb een rocket of zo. Dat poets. Zo. Hots. Oh. Ja, ze gaan even springen, hè? Oh, what the fuck, joh. Ik kreeg een rocket op mijn mijl, joh. Oh, nee, een Predator missile. Oh, de Hellstorm heet het nu. Oh, het ziet er wel echt gruwelijk uit, jongens, dit. Nee. Ja, kom dan. Oh, hier in de base. Hoe buk ik? B.
Want to buy Halo controls. Als ik mijn Elite controller weer terug ga, ik gewoon alles instellen net als bij Halo. Wow, hoe hoog sprong die gast? Wow, what the fuck, joh. Hij heeft gewoon een jetpack. Ja, kan je gewoon een jetpack kopen? Oh, wat? Je kan gewoon dubbeljumpen. Je kan niemand die mij wat vertelt, hè. Ik zie iedereen vliegen. Ik kan gewoon fucking trippeljumpen. Bots. Je kan ook tegen de muur aan rennen. Ja, dat zag ik wel meteen. Woed. Woed. Ja, kom dan. Bom. Lekker, hè. One shot, one kill. Bots. Ja, kom dan, gekke. Hier, wat denk jij nou, jongen? Ik wil die vliegtuigen neerschieten. Wat? Shit, shut down. Hier, Kingslayer, one shot. Oh, jongen, ik kreeg gewoon 36 medals gewoon in één keer. Lekker. Overdrive ready. Oh, A plus MB. Maar hoe lang is dat dan? Die overdrive? Wow, je gaat echt fucking hard. Niet normaal. Van die speedboost. Bots. Kom dan. Hij komt er, jongens. We weten het allemaal. Zo. Ik zie mensen ook sliden. Hoe slide je? Met B. Oh ja, dus ik met B. Ja, moet je B ingedrukt houden. Oh ja. Scrap. Oh, jammer zeg. Lekker hoor. Gaat gewoon fucking goed, jongens. Lekker, hè, dit. Zij toch. Ja, man. Dat is best een vette game, hoor. Bots. Hey, Renk, level up. Zo. Kom erbij. Die heeft ook iets in zijn handen. Lekker, 5-11, jongens. De droom. Lekker. 5-11. De droom is real. 10. Ik sta positief. Mijn eerste potje positief. Wow. Ik word weer gekild als laatst. Ja, jij wordt als laatste gekild, Neo, terwijl jij het ons had moeten dragen. 18 deaths, nou heer. Ja, de meeste deaths van iedereen. Het volgende potje wordt gewoon een fucking win. Ik ga zeker oefenen. Jongens, voeg de Spatie Spelbreker toe aan je Xbox One. Kom gezellig meespelen met Call of Duty Black Ops 3. We zijn het een beetje gewoon aan het leren. Het is even een game om af en toe een beetje uit Halo te gaan komen. En misschien, dat we hier wel gewoon verder in gaan. Het ziet er vet uit. Hartstikke bedankt voor het kijken.